Het Kupershoes in Rumen heeft een bijzondere actie gehouden. Ze hebben namelijk aan crowdfunding gedaan om zo de glaasnegatieven te kunnen herstellen waarop het werk van Kupers te zien is. Glaasnegatieven, wat zijn dat ook alweer? Glaasnegatieven zijn negatieven van glaas, van foto's van vroeger. We hebben tegenwoordig ook niet eens meer negatieven, het gaat allemaal digitaal. Maar een tijdje geleden hadden ze wel nog negatieven. Dat was een beetje van die kunststof flapperkes. Dan ging ze weer naar de fotowinkel en dan kon ze die lot afdrukken. Maar vroeger, bij het begin van die fotografie, rond 1850, heeft Kupers al gebruik van gemaakt, rond 1868, worden dat gewoon glaasplaten, worden dat negatief op stoom. Dus dat worden echt van die dingen zo, of gaat kleiner. En die bevatten dan die informatie van die kunstwerkplaatsen. Nu is het heel bijzonder dat die bewaard zijn gebleven. Kunnen ze die dan ook gebruiken om daar weer nu foto's van te maken? Kunnen ze gebruiken, maar ze zijn bewaard gebleven. Maar er is natuurlijk wel wat gebeurd met dat glaas in de tijd. Hè. Dus dat is het punt. We willen ze weer restaureren, zodat ze goed functioneren kunnen. We willen ze laten restaureren en dan ook digitaliseren, zodat iedereen gewoon die hele collectie van 800 negatieve kan bekijken. Het zou alleen maar schoon zijn voor iedereen. Heb je daar een speciale actie ook voor opgezet? Hè? Ja, daar hebben we nu een actie voor opgezet. In eerste instantie om die negatieven te restaureren. Want ja, als je geen goede glaasplaat hebt die goed zichtbaar is en die heel is en waar die emulsielaag, waar die afbeelding op zit, dan kent ze niks. Dus dat is deel 1 van de actie. En als dat allemaal lukt, dan kunnen we er nog alles gaan digitaliseren en dan kan iedereen het bekijken. Welke manier gaat je proberen om het geld bijeen te krijgen om ze te laten restaureren? Ja, daar zijn we nu dus mee bezig geweest. Dat was een crowdfunding actie. En daarmee willen we eigenlijk ook door het publiek geld binnenholen voor dat project. En het gaat niet alleen om het geld, maar het gaat ook een beetje om te testen van, ja, is dat geld voor het publiek op zitten wachten? Hè? Want toen kun je wel denken van, dat is interessant, dat is leuk, dat willen mensen hier zien, die willen dat behouden. Maar als ze merken dat nemen ze dan een cent vergift, dan is het toch niet zo belangrijk als toen dat ding. Maar het heeft dus wel heel erg aangeslagen. En we hebben heel veel goed verwacht, maar ook goed onverwacht ook. Heel veel donaties gekregen. Dus boven onze verwachtingen. Zijn we heel blij met. Wat gaat er vandaag nog gebeuren vanmiddag? Nou, we hebben ook via een of andere digitaal platform ingezameld. En we zijn de eerste erfgoedinstelling in Limburg die dat succesvol heeft gedaan. En daarom komt de gedeputeerde ons het geld geven. Zeg heel bijzonder. Niet gelijk bij de overheid de hand ophalen voor geld, maar bij de lui zelf. Nee, bij de lui zelf. Want toen werkt ze voor de lui. En als toen gaat duizen wat de lui niet interessant vinden, moest het niet doen.